Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Minecraft Survival. Vandaag begin ik niet in de base. Nee, weird hè. Ja, nee, ik weet het. Het is heel raar. Maar ik had gewoon wat meer resources nodig. Maar ik kool eigenlijk meer redstone, maar ik ben nog niet zo diep in de caves gegaan. Maar dus ik dacht, ik ga even lekker minen. En toen kwam ik uit op een stuk. Oh, dat is niet de bedoeling. Toen zag ik dit. Een birch forest. En het... Ja, weet je. Mooie boom. Dus ik dacht, weet je, dan begin ik daar de aflevering wel. Kan ik dat ook meteen laten zien. In ieder geval, ik ga gewoon even rond en wat kool meenemen. En... Oh, dit zijn allemaal exolotten. Hey, oh! Die exolotten gaat bijna neer. Maar laten we maar eventjes, ja. Ja. Een crafting box. Oké, gelukkig. Ik heb een furnace bij. Oké, ja. Kijk. Dan wacht even. Dan hak ik even iron met mijn sil... Of niet met mijn silk dash, met mijn... Hier, deze. Zo. Dat is genoeg. Dan maken we een paar buckets, want ik zie hier een gele en een bruine axolotl. En die wil ik graag wel even meenemen dan. Het werd ook wel eens tijd dat we wat van die axolotls zouden gaan verzamelen. Kijk, kom je met mij mee? Oh. Dankjewel. Oh, je bent nu alleen. Oh, daar is ook nog een witte. Oh god, we moeten er echt veel meenemen. Oké, waar was de witte? Ja, hier. Hoppakee. Want zoet was de eerste die we hadden ook. Of die was ook wit, maar ik dacht dat die roze was. Oké, ik ga die bruine nog even zoeken. Oh, hier ben je. Hier ben je. Kom maar mee. Hey, kom. Ja, hey. Ja. Let's go. Hopsakee. Nou, ik ga nog even op zoek dan nog wat redstone. En dan gaan we terug naar huis. Want dan kunnen we gaan beginnen aan de lezen naar huis brengen. Woe! Kijk, hier kunnen we wel flink wat redstone vinden. Ze plegen allemaal zelfmoord. Wait a second. Wat? Oh, ah! Typisch mijn Remco moment weer. Dat je omdraait en dan... Is dat een... Dat is gewoon een Ancient City. Ja, dit bedoel ik. Ik heb er altijd zoveel afleveringen naar gezocht, hè. En ik kwam er nooit eentje tegen. Het duurde me altijd fucking lang. En dan zoek ik er geen en dan kom ik er een tegen. Verdamme. Hey, diamonds. Dit is echt niet te geloven. Nou, weet je... Ik bouw even naar een veilig stuk. Ik sla mijn coördinaat op en we komen hier in de toekomst wel terug. Ik moet deze side task niet gaan doen, want ik heb al een side task. Freaking hell. Breakthrough. We hebben fucking fortune. Oh my god, dat duurde fucking lang even. Snel mijn emeralds pakken. Ik heb zoveel getraind tussendoor, dus ik heb echt tering veel emeralds. Ik wil niet dat het ding ineens reset. Dus neem allemaal emeralds mee en ga naar beneden. Snel. Fucking hell. Oh. Weet je hoe fucking dingen ik heb gebroken? Maar we gaan even kijken. Items, hoppakee. Hier is een hij staat al in de top 10. 787. Ja, het is de tiende. Jezus. We hebben fucking fortune. Dat duurde zo lang. Hè. Jezus. Nou, hè? Dat is gefixt. Ik zet erbij fortune. En we gaan door naar de volgende. Jesus Christ. Ik moet jou eigenlijk eventjes... Ja, oké. Well, here we go. I hate myself. Hoe komt hij aan een shield? Give me a second. Het is me toch nog gelukt om hem snel terug te krijgen. Dat was echt gelukt trouwens, dat ik hem echt gewoon een nieuwe villager terugbracht. Echt 4 keer cyclen en ik had er weer een. Dus we hebben nu 4, want ik heb ook efficiëntie 5 hier. Dat is ook chill. Maar dat is nu gedaan. We gaan de LA's halen. Ja, dat gaan we maar eens even doen dan. En de Klaus moest er even aan. Ja, laten we maar zoveel mogelijk leads meenemen. Gewoon allemaal anders. En een kamer even hakken hier. In de muur. Dat we ze tijdelijk even hierin stoppen. Zo, dan pak ik straks even een fence en dan doen we het daar eventjes in. LA's, here I come. Oh ja, de netherport staat al lang... Oh, maak ik niet meer daar. Au. Hij staat hier natuurlijk. Als het goed is, is hier dan de trap. Ja, laten we die ook even ietsjes hoger maken. Dat ze er niet heel in gaan stikken of zo bijvoorbeeld. Oké, dan gaan we alleen nog even dit even blokkeren. Zo, oké, dan gaan we nu naar binnen. Hallo, LA's. Oké, dan gaan we jullie allemaal eventjes vangen. Moet ik shift right click? Ja, laten we zeker dat we wel doen voordat ze
een lead in hun handen gaan houden. Oké, het waren ietsjes minder dan verwacht. Want ik dacht bij elke kamer bijna dat ik er wel 3 had. Laten we dus zeker even checken dat we elke kamer alle LA's hebben. Ik denk het wel. Oké, als ze nu allemaal even komen. En dan blokkeer ik even deze kamer. Kunnen ze niet meer ontsnappen hier ook. Dan moeten we allemaal de portal in. En dat moet ik zo doen, denk ik. Ik hoor geen LA's meer. Oké, let's go. Kom hierheen, kom hierheen, kom hierheen, kom hierheen, kom hierheen. Ja, oké, goed zo. Jij? Misschien zijn er wat een paar al naar boven gelopen. Oh, damn. Kom hierheen. Nee, daar ben je. Nee, kom nou. We got them all. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zijn er 7, right? Ja, 7. Oké. We kunnen ze dupliceren, maar het liefst heb ik natuurlijk ze allemaal. Maar alle originele. Dit gaat goed. Oh. Komen. Is er eentje achter? Niet dat ik zie. 1, 2, 3. 4 voor mij. Ja, ik heb ze nog steeds allemaal. Haha, dat werkte. The only way out is the only way in. Zo, dit gaat werken. Here we go. Oké, voordat we de overworld ingaan, moet ik echt even kijken of we er niet één zijn verloren. Dan kan ik in de overworld trouwens wel zien, maar dan kan ik ze tellen, al heb ik ze allemaal vast dan. 6. Oké, ja, we hebben er één verloren, maar waar weet ik niet. Kom in de deur. Kom de deur in. Ja. En de laatste. Ja, gaat er weer één allemaal, gaat er één weer uit. En weer in, oké. Hey, zeg! Hey, ga eens even terug. Nee, terug. Het gaat om dat ze vastzitten. Ze worden nooit gekild door zombies, right? Of door andere monsters? Volgens mij niet. Nou, dan moet er alleen nog eentje halen, want die is weg. No way dat hij ontsnapt is. Oh. Hey, hey, hey! Niet de trap opkomen. Ben je er wel besodemieterd of zo? De laatste LA heb ik totaal niet gevonden. Ik weet totaal niet waar die is. Het zal wel. Loesoe. Nou, vandaag gaan we voor de rest niet zo heel veel meer doen. Maar ik wil toch wel iets moois gaan keren vandaag. Ik wil namelijk een huisje of iets bouwen rondom de supersmelter. En dat dan connecten met de mine. Zodat we de mine ook af hebben. Ja, hier ben ik niet zo fan van eigenlijk. Dus wil ik die het liefst weghalen. Dus dan kan dat mooie gras worden nog. En ja, dat is dan wel zo. Dat is niet zo heel erg. Wat we ook eigenlijk even moeten fixen is dit ooit. Hier nog steeds. Maar ik heb nog steeds geen idee hiervoor. Dus dat laten we even voor wat het is. En ik weet nog steeds niet hoe het zit met die bushy leaves. De resource pack is gewoon dood, I guess. Dus er moet ooit een update komen. Maar die is er niet. Hoe gaat het eigenlijk met de farm? Nou, redelijk goed. Ik heb hem laatst gelegen wat ik zei aan het einde van aflevering 20. Maar goed, we gaan even kijken wat willen we gaan bouwen hier. En ik had een klein ideetje, maar ook weer totaal niet. Het is meer een ding, ja, gaan we hier wat grijzerige dingen aan toevoegen? Ik denk het wel. Laten we even kijken in de storage. Wat hebben we tot onze beschikking? En dan kunnen we gewoon in deze chocobox wat meer leggen. Nou ja, wat sowieso al mooi is voor deze keer, is we gewoon wat extra... Oh, dat is geen andesite. Dat we gewoon wat extra andesite gaan meenemen. In de build. Oké. Dat gaan we gewoon doen inderdaad. Met wat polished. Oh, we hebben echt totaal niet zoveel polished. Nou, laten we dan gewoon een paar polished maken zelf. Hapsakee, dat is goed zo. En die twee laten we hierin zetten. En gewoon stone. Want stone hebben we zoveel. Dat het wat een gladdere gebouw wordt. Daar ben ik wel trots mee. Wat? Trots op? Sure. Dan wil ik ook graag even wat emeralds halen. En ik heb heel veel emeralds, niet te geloven. Ja, het is gewoon chill dat ik zoveel emeralds heb. Want dan echt, traden wordt geen enkel probleem. Dan wil ik bij de Stone Mason, bricks kopen. Kan ik daar meteen meer bricks van maken? Was het een goede keuze? Dat was niet helemaal de goede keuze. Maar ja, op zich ook weer wel. En eigenlijk moeten we white terracotta meenemen. Want dan kunnen we... Ja, laten we ook gewoon wat white terracotta meenemen inderdaad. Want dan kunnen we hiermee mee doen. Nou, dan gaan we even weer naar die ene lush cave. Waar wij ooit alle klei hebben weggehakken. En dan kan ik hem meteen in de supersmelter douwen. Oh, top dat we die hebben gebouwd. Ik ben er zo blij mee, hè. Want deze kleur, laat ik het eventjes zien. Samen met... Oh, lekker wat granite. Polished granite. Hiermee kunnen we echt een prachtig gebouw maken. Zo, met al die kleurtjes. Ik zal het eventjes laten zien.
Dan hebben we natuurlijk deze kleur, deze kleur, deze kleur. En om net iets roders toe te voegen, heb ik bricks. Nou, dit is toch een top palette. Echt niet te geloven. Dan zit ik even na te denken van hoe gaan we dit nou eigenlijk aanpakken? Want we hebben heel wat kleurtjes natuurlijk, maar heel veel steen. En ja, dus dat is een beetje lastig om over na te denken. Ik denk gewoon dat ik de base ga maken van deze blokken allemaal. En dat dan de rest, oftewel de vloer, wordt een beetje deze kleur. En dan kunnen we daar misschien gewoon echt puur oak moeten toevoegen bovenop. Ja, dat kan wel. Alleen moeten we nu eigenlijk eventjes een plekje hebben voor het uitbeelden van de grootte van dit gebouw. En dan pak ik dus alle vier de blokjes bij elkaar. En dan moet ik eigenlijk weer eventjes een soort manier vinden van oké, hoe gaan we dit doen? Want dit zijn denk ik wel de blokjes die het meeste af zijn, zeg maar, qua afwerking. Deze ietsjes minder en deze helemaal niet. Dus ik moet deze heel vaak op de grond, net zoals cobblestone hier. Samen met dat polished andesite, of granite, sorry, net zoals de stone bricks hier. Dan komt af en toe alweer wat terracotta erin, net zoals die stone. En dan helemaal bovenin doen we gewoon wat meer bricks. Dus dan hebben we dit keer vier blokjes in plaats van drie wat we hier hadden, zeg maar. Even kijken, wat wordt de grootte van dit gebouw? En ik wil niet echt een heel groot gebouw. Dat moet echt wel het grootste gebouw zijn, maar het wordt niet heel klein. Ja, dit gebouw is niet heel... Ja, het is wel groot, maar het wordt heel wat anders, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, even kijken. Je begrijpt helemaal niet wat ik bedoel, maar dat maakt niet uit. Even kijken, 1, 2, 3 wordt een soort van binneningang. Doen we het eventjes zo. Ja, dan zetten we er alvast toe al zo nu dan een mooie polish tussen zo. Kijk, dus dat is eigenlijk wel top. Dan heel soms hebben we hier, hoe noem je dat, granite, dus die zijn wel goed. Nou, hier eigenlijk nooit meer, dus dan halen we die even weg zo op de vierde laag. Dan de tweede laag is dus heel af en toe nog een granite. Een normale granite dan natuurlijk. Dus heel af en toe, nou dat is wel goed zo. En de rest eigenlijk polished, soms I guess. Laten we zeggen die weghalen, deze twee. Want dan komt daarin dan de volgende, dat is namelijk terracotta. Oké, en dan de derde laag is heel af en toe nog polished. Dus heel af en toe nog. Zo. En dan doen we nog... laten we zeggen, hier nog toevallig twee polished, dat kan wel. Nou, hier weer één polished, hier weer één polished. Eén polished, twee polished, één polished. Nou, haal dit allemaal weer weg. Hier, en dus dat wordt allemaal die. En hier is dan heel af en toe die terracotta en heel veel bricks. Dus dat is de volgorde, zeg maar. Ik wil niet heel veel van die polished, of van die terracotta, sorry. Want dat is niet zo heel mooi. Oké, dan is het af. Ben ik hier blij mee? Ik weet het niet. Laten we eventjes kijken. Eigenlijk, het heeft wel iets. Alleen ik wil heel af en toe nog wel... Hier in de onderste, die laag er net onder, alvast wat bricks toevoegen. Zodat je weet dat het wel een iets overgang is. Ik moet zeggen, ik ben er wel blij mee. Het heeft wel iets. Nou, de buitenwerkplaats, die komt denk ik hier. Maar dat heeft wel iets. Oké. Wat ik nu denk ik wil doen bij dit huis, is dat de vloer komt hierop. En dus niet hierin. Dus dat gaan we nu eens even maken. Net zo goed kunnen we alles even opvullen met andesite natuurlijk. Maar dat is niet zo heel erg efficiënt. Omdat ik niet heel veel van die blokken heb. Maar op één klein gedeelte kan ik dat wel even toepassen. Dan kan ik zien hoe ik dit wil gaan, uiteindelijk wil gaan toepassen. Ja. Zie je, kunnen we gewoon nog in die kist kijken. Dus het is gewoon goed. Het is niet lelijk. Kan ik daar een trapdoor plaatsen natuurlijk. Ik zie ook dat we even wat andesite moeten gaan minen binnenkort. Want dat heb ik nu eigenlijk al niet heel veel meer. Terwijl ik wel nog veel wat meer nodig heb. Maar goed. Zo, ik heb het even wat verder afgemaakt. En tot nu toe ziet het er zo uit. Alleen nog nu, heel af en toe. Ik plaats hier even wat toortjes, zodat het goed opgelicht is. Maar heel af en toe wat andesite. Dat het net wat grover wordt. Dus af en toe dat grove blokje, dat popt er net even lekker uit, weet je? En het ziet er echt uit alsof dit echt gewoon de operation machine is van deze blacksmith. En dan kan die boven in het huis wonen. Want ja, het is wel een rijk gedeelte. Dus elke keer heb je dus je operation gebied heb je onderin en het woongedeelte is bovenin. Als je trouwens soms afvraagt waarom beweeg jij je muis, al praat jij soms zo en dan gaat hij zo langzaam. Mijn muis trekt zichzelf weg. Nou, laten we nu gewoon even wat andesite stairs pakken en zo. Het is niet zo lelijk dat dat andesite zelf is.
En dan heb je gewoon een werkplaatsje. Of misschien een paadje. Dat is wel cool. Dan kunnen we dus de mine helemaal eigenlijk gaan afmaken. Later ook gaan decoreren. En ik ga gewoon één kant bouwen en de rest dat zien we wel. Dus de plek waar we op gaan lopen is again weer dit blokje zo. Dus dat kan op zich wel. Ja, ik doe voor nu eventjes andesite zelf inderdaad. Ik mis er eigenlijk eentje nog. Hier. Oh wacht, die kan exact hier. Ja, dat klopt. Dat kan exact hier. Top. Wat ik dan sowieso doe is denk ik stairs hier zo. En dan slabs daar tussenin. Denk ik hoor. Even kijken hoe dat eruit ziet. En dan kunnen we daar bovenop. Dus net weer een blokje naar voor. Net zoals hier was dat. Dat is al één blokje naar voor. Kunnen we weer het huis erop plaatsen. Nou, dit begint er echt eigenlijk best wel cool uit te zien. Als een heel ander gebouw. Het oogt misschien niet meteen als een blacksmith, maar het mag wel. Echt puur anders eruit zien. Dat is meer het idee wat ik wil creëren. Dat het allemaal anders eruit ziet. Allemaal uniek is. Nou, ik ga wat meer andesite halen. En dan maken we het huis waarschijnlijk niet af vandaag. In deze aflevering, want dat red ik gewoon niet. Maar we maken er wel een mooie start van. Dat vind ik wel echt wel prachtig. Zo, het is alweer een extra stukje verder af. Dus nu ziet het er wel echt uit als een soort fabriekplaats. Een soort, ja, smid niet per se. Maar ja, wat ik al zei, rijk. Grote dingen, grote huizen. Dat mag allemaal. Dus nu wil ik even kijken hoe ik dit ga doen aan de zijkant hier met de ramen. Want ja, we moeten toch wel een beetje plek overhouden. Dus laten we sowieso die pilaren er even in zetten. Ik wil het denk ik sowieso meteen hier weer naast. Gewoon weer zo'n eentje met twee erbij denk ik zo. Hoppakee. Hier ook waarschijnlijk. En dan hebben we weer een kut midden. Dus we kunnen zeggen dan doen we gewoon drie. En doen we hier in het midden. Dan hebben we geen vervelend twee midden. Dus dat is top. Dat is top. En wat kunnen we zo meteen al een beetje van de oakwood gaan plaatsen. Ik denk dat ik er een echt oakwood doe. En dan als een soort, of ja, ook, ja, hoe noem je dingen? Ook logs, Jesus. En dan doen we net zoals daar. Ik kan niet inzoomen, dat is waar. Dus doe ik eventjes zo. Oakwood en dan stripped oak of legs. Stripped oak legs. Stripped oak logs. Ik ga nu even wat oakwood halen. Ik hoop dat ik nog wat had. Heb. Dat is ook gewoon goed in Nederlands. Ja hoor. Ja. Niet heel veel, maar we kunnen een klein beginnetje al maken. Moeten wij even kijken wat we in deze hoekjes stoppen, hè? Waarschijnlijk gewoon de slabs. Ja, laten we dat gewoon sowieso doen. De lijn is wel weer echt hard. Dus misschien moeten we daar juist weer een trapdoorrand omheen doen. Net zoals daar. Op zich kan dat wel. Dat oogt wel grand of zo. Ja, hier kan ik echt niet tegen. Dus ik zet hem zeker te weten hier neer en hier neer. Dat kan ook, hè? Ja, dat kan ook. Dan zit er iets extra's. Kunnen we gebruiken voor iets of zo? Oog dit groot? Dit oogt ook al zo groot. Ik dacht, dit wordt het grootste huis. Nou ja. De volgende zijn niet zo heel erg ver van elkaar vandaan. Laten we dan hier als randje straks spruce doen. Die bedoel ik dan. Dit randje wat ik hier heb. Gaan we lekker strippen, jongens. Welkom in de stripclub. Nee, oké, grapje. Oké. Ja, dit is een beetje lastig om te zien wat nou wat is. Oh, shit. Ja. Ja. Natuurlijk het arme gedeelte wat we gaan krijgen en creëren. Oeh, dit is natuurlijk, het dak is hier een beetje laag, maar op zich, dat is waar ik niet echt over na heb gedacht. Maar doen we de vloer doen we dan wel zo, zeg maar. Of het plafond. Dan heb je niet per se een heel lage plafond. En het creëert ook een soort van kleine gedeelte in het huis. Daar zitten we wel mee met dit trouwens. Probleem voor de volgende keer. Dat zie ik dan wel. Dat doe ik gewoon buiten de opname. Ik wil het huis dan echt afmaken in de volgende aflevering. Nou, dat nog even maken. Dat nog even maken. En dan een dak. We zien dan dat plat dak. Of een iets platter dak dan dit. Want dan creëer ik niet zo'n grand dak again. Zo. Ik ben flink wat verder gaan bouwen. En zoals je ziet, het begint er wel cool uit te zien. Het is alleen, voor mijn gevoel, net niet of zo. Nou, ik moet even nadenken. Het ziet er wel cool uit. Het is wat hoger, wat groter. De tweede verdieping heeft eigenlijk een soort, ja, eigenlijk de eerste verdieping, poeien. Heeft een iets groter raam aan die kanten. En ja, ik zat wel te nadenken van kut, want dit is een 3 breed en dat is daar 4 breed. Dus het dak is niet helemaal gelijk. Maar al sta je er echt voor, ik zie het niet echt. Tenminste, ja, ik zie het wel. Dat is niet in het midden. Maar weet je, boeien.
So be it. Letterlijk boeien. Dus ik ga nu tussen de aflevering door eigenlijk gewoon verder bouwen. En de volgende aflevering gaan we hier dus echt een mooier gebied van maken. Het afmaken. En gewoon kijken wat we hiermee kunnen doen allemaal. Want het gebied is nog langer na niet af. Ik ga dit even trouwens wel bijpakken. Want dan kan ik alvast dit zo afmaken. Ja, oké. Top. Dit was het. En ik zie jullie binnenkort weer bij de volgende aflevering van de Minecraft Survival. Later en joe. Doei. En klik op blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Oh my god, dat ging bijna dood.